Nee, dat zie je aan onaangekondigd. Maar als ik dit doe met mijn telefoon, als ik hem zo vasthoud, dan gaan we opnemen. Dus dat is het signaal ook al. Juist. Ik wou even een constatering op beeld hebben. Mijn stelling is telkens dat ik bijna niks weet. Maar, Piet, jij weet alles, hè? Dan heb je weer zoiets, dat heb ik nooit beweerd. Oké. Okay. Weer zoiets, hoe kom je daarbij tot ik pretendeer alles te weten? Nou, ik vraag het je. Ja. Maar hoe zit het dan met weten? Hoe denk je daarover? Een aantal dingen weet je door middel van ervaring. Ja, dus dat overstijgt het geloven. Want weten is veel krachtiger. Totdat je het hebt ervaren. Dus ik heb mooie dingen mogen ervaren. Waarvan ik dus kan zeggen dat ik bepaalde dingen weet. Maar ik zeg niet. En ik heb ook nooit gezegd dat ik alles weet. Er zijn nog heel veel dingen die ik dus ook nog mag gaan ervaren, Hendrik. Zo zit het. Wat me wel dan opvalt is dat soms dan weet jij iets over wat er bij mij bovenin of als het überhaupt bovenin is, maar goed, dat weet ik dus niet. Iets wat bij mij dan speelt aan gedachten of emoties, dan weet jij wat er bij mij speelt. Precies. En ik weet het zelf dan niet. Nee, omdat jij dus niet bewust bent van de woorden die jij gebruikt. Jij spreekt woorden uit en ik kan die woorden op de juiste manier interpreteren en jij zelf niet. En dat is een kwestie van bewustzijn. Dus je zegt het zelf, maar je denkt iets anders te bedoelen. Maar je hebt het zelf al gezegd en ik analyseer jouw exacte woorden. En dan weet ik wat er met jou aan de hand is, omdat je het zelf hebt gezegd. Kijk, dat is nou mooi, kijkers. Ja. Dat je dus als linguistisch... Gaat moeilijke woorden gebruiken. Zo heet dat nou eenmaal, Piet. Daar zijn vast simpelere woorden voor. Ik ga voor de simpele woorden. Okay. Want die kunnen mensen begrijpen. Die moeten mensen een woordenboek gaan pakken. Omdat jij dit woord gebruikt. Ja, en als je nou even gewoon wacht, dan gaat uitleggen. Vind ik het woord taalkundig. Ja. Dat ik op taalkundig gebied... toch een beetje achterblijf. Maar dat in onze contacten dat jij toch door de dingen heen prikt. Nou, maar leg nou eerst uit wat linguistisch betekent. Want daar zaten we. Je geeft er geen uitleg aan het woord. Dus ik snap niet waar jij het over gehad hebt. Want Piet, als moet ik een woordenboek pakken. Piet, heb je het woord taalkundig nog horen vallen? Ja, maar het ging over het woord linguistisch. En ik wil weten wat dat taalkundig betekent. Dus kom op. Dat is zeker hetzelfde, Piet. Nou, dan heb je dat dus nu verteld. Op een hele kinderachtige manier aan mij belachelijk te doen lijken. Ik geef gewoon eerlijk toe, ik weet niet wat linguistisch is. En nu dus wel. Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat omdat ik het woord niet ken, dat het niet waar is wat andere dingen die ik zeg. Dat je één woord hebt getackled nu. Nee. Het ging erover, jij spreekt woorden uit. Ik luister exact met volle 100 bewustzijn naar de woorden die je uitspreekt. En jij zelf hebt daar een andere conclusie over, tegenovergesteld, als hetgeen wat je zegt. Terwijl ik exact hoor wat jij zegt en dus weet wat er in jou omgaat. Zonder dat je het zelf weet. Omdat je niet weet wat je gezegd hebt zelf. Dat is alles wat je zegt. En dat is bewustzijn. Dat is eigenlijk helderhorendheid, helderziendheid. Helder horen. Hebben poespassen. Hebben we hem zo? Ja, ik vind hem wel mooi.